Suriname moet beter op de kaart geplaatst worden. En daarom gaat Dick Lok op een expeditie die begint met een helikoptervlucht naar het bovenstroomse deel van de rechteroever van de Kopename rivier. Samen met de avonturiers Ash Dykes en Matthew Wallace gaat Lok de uitdaging aan om de gehele Kopename rivier van bron tot zee af te leggen in een ambitieuze expeditie. De groep zal zo dicht mogelijk bij de bron landen. Vanaf dat punt zet de groep de tocht te voet voort met als doel de bron van de rivier te vinden. Onderweg staat ook een beklimming van de Juliana-top op het programma. Lok zegt dat met deze expeditie de natuur beter bekend zal worden. En het mooie is aan dit soort dingen, de meeste mensen kennen het land nog niet. We hebben er nooit van gehoord. En wat wij eigenlijk krijgen, wij proberen heel erg te focussen op internationaal toerisme, niet alleen op Nederland. We proberen te focussen op mensen from all over the world. En wat we krijgen eigenlijk met al die mensen die hier komen, they're hooked. They're in love with the country. En dat is eigenlijk wat we willen doen. We willen Suriname op de kaart zetten. En dat is iets wat we met deze expeditie ook willen doen. Zeker omdat Ash gewoon al een major following heeft. Willen we zorgen dat meer mensen van dit land te horen krijgen. Meer mensen getriggerd worden om te komen bezoeken. En ook die liefde voor het land kunnen hebben. Want hoeveel mensen wij wel niet op tour krijgen die heel veel gezien hebben. Zelf ben ik niet zo bereisd. Ik heb niet zo heel veel gezien. Maar hoeveel mensen wij op tour krijgen die de hele wereld gezien hebben. Die aan het einde van de trip met ons zeggen. Dick, usually I don't go to a country twice. But you will see me back next year. Met deze tocht zal ook de toerismesector in Suriname een boost krijgen, zegt Lok. Na het bereiken van de twee hoogste punten van Suriname zal de expeditie worden voortgezet richting de zee.